Hey, wat vindt u van de situatie? Nou, ik vind de situatie een beetje geëscaleerd. En vooral hier in de Bijlmer. Wij hoeven hier in de Bijlmer helemaal niet aan mee te doen. Het is helemaal niet nodig dat we hier gaan rellen. Laat het maar lekker in de stad blijven, want hier in de Bijlmer is het lekker vredig. En we hebben het niet nodig hier. En, maar het is eigenlijk nergens nodig, toch? Het is sowieso, ja, ik... Kijk, je moet het zo zien. Er zijn twee stromingen die erin zijn. Er zijn mensen die dit moment aangrijpen om echt te gaan rellen. En er zijn echt mensen die echt willen demonstreren tegen iets. Juist. Ja, want ik vind zelf dat het probleem ligt niet bij de ondernemers die verwoest worden. Nee, de ondernemers hebben er helemaal niks mee te maken. Het gaat gewoon om te strijden voor de vrijheid of wat dan ook. Maar het moet echt een beetje... Hoe moet ik het zeggen? Het moet gematigd zijn in een bepaalde manier waardoor we zeggen van... Hiervoor strijden we. En dan heb je een groep die zegt van nee man, het is nu gewoon klaar. En dan kom je op anarchie uit. Ja. En dat is wat er nu gebeurt. Ja, ik vind zelf dat, dat ze moeten bij de top wezen. Het is de top die het allemaal veroorzaakt. Ja, maar je hebt toch gezien dat de regering niet met beide voeten in de samenleving staat? Daarom hebben ze nu toch dit gezet. En hun beleid is niet ons beleid. Klopt. Het wordt ons opgedrongen. Juist. Nou, je hoort het. Spootwaggie op de achtergrond. We zijn natuurlijk aan het kijken of het al begint op te bouwen of zo. Nou. Oh, Pathé is al beschermd. Nog meer politie. Zouden ze de Mediamarkt ook beschermd hebben? En dan kijken wat deze mannen te vertellen hebben. Niks. Ik heb alleen. Lekker gestemd. Ja, ik wil wel. Ja, die wil ik. In de Mediamarkt is die ook met containers bedekt. Alleen Pathé. Er komen meer auto's aan, Oli. Ja. Meer politie. Er rijden een mooie waggie, hè? Een hele mooie waggie op belastingzaken. Oké, man. Nou, het is nog hartstikke leeg hier zo. Het is één iets wat gebeurde. Het is één iets wat gebeurde op het museum. Eén incident. Eén incident. Ja, maar Nederland is wel verbonden hoor, als je het zo ziet. Want iedereen ziet dat natuurlijk. Wat er is het verbondenheid nu? Of is het gewoon relschoppen, zeg maar? Nee, ik denk dat het ook verbondenheid is. Okay. Het is een combinatie van. Denk je dat het te maken heeft met institutioneel racisme of niet? Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. Nee, ik heb het niet. Totaal niet. Echt los? Ja. Helemaal los. Nu is het de tijd om één te worden, zeg maar ook. Ja. Want dat anderhalve meter, dat is niet verbonden met de afkomst van iemand. Nee. Weet je, dat de Surinamers om 9 uur binnen moeten blijven en de Marokkanen moeten om 9:30 binnen en de Nederlanders moeten pas 11:00 naar binnen. Weet je, dat zou wat anders zijn. Dus, we zijn nu gewoon één. Dat is het gewoon. Nou, wij gaan uit op een politiebusje schieten. Succes! Ja, jullie ook, hè? Het schijnt in de helemaal los te gaan nu. Ja? Ja. Politiebusje daar is worden wij net. Pas op, verplaatsen, vriend. Oh shit, bro. Het is rustig, jongens, het is rustig. Wat een pieper. Oh, daar. Een pieper is gegaan. Wat hij doet nu, heb ik al gedaan over de telefoon. Wat is dat? En wat is dat? Maar wat ga je vragen? Stel je vraag. Je weet wat hier gaat gebeuren vanavond. Er gaat niks gebeuren. Okay, daarom dan. Ben ik hier. Okay, er dan. Gaat niks gebeuren. Oké okay, dan. Laat de donkere mensen. We zijn niet zo. Nee, ja? Laten ze hun kinderen thuis houden. Deze showdemieter moet afgelopen zijn. Ja. Vooral in de Bijlmer, brada. Ja. Ja. Nee, het moet afgelopen zijn. Het moet afgelopen zijn. We hebben een slechte naam in de Bijlmer. Blakasma apuan takroene ina bemere. Blakasma uho roepchina osso. Ja. Ja. Kort en bondig, dat wilde ik zeggen. Ja. Raoul. Hey, Cesar. Ja, rustig. Ja, man. Goed?
En wat heb jij erover te zeggen? Niks moet gebeuren hier, hè? Nee, tuurlijk niet. Oké, dan. Tuurlijk niet. Ze moeten thuis blijven, maar, dat moeten ze doen. Ik zou wel hier blijven nog even om te kijken, want het kan zijn dat die mensen die Romeo's gaan inzetten. Hè? Ja. Je weet wat Romeo's zijn, toch? Leg het uit. Dat zijn ingehuurde. Oh, oké. Okay. Paranoia pappies die gewoon bakstenen beginnen te gooien. Ja, ja. En dan volgt de rest. Mm-hmm. En als dat hier gebeurt, gaan ze misschien Mediamarkt plunderen. Dus als een Romeo een baksteen bij Mediamarkt naar binnen gooit, sprint de rest erachteraan. En dan gaan ze zeggen, zijn die blakkamaks. Ja. Zeg hoor. Ja. Ja. Nee, ik ben op mijn nekje. Ze kwam zo meteen met de metro. Dus ik ben komen wachten op haar. Maar er gaat niets gebeuren, onze Belmer. Ja. Ja, want daarna gaan ze wel fatsoenlijke mensen. Er gaat niets gebeuren. De ouders hebben gehoord. Ze hebben gehoord. Dus ze gaan hun kinderen niet sturen. Er gaat niets gebeuren in de Belmer. Ik wacht op mijn nichtje, ze moet zo met de metro komen vandaar dat ik hier sta. Ja. Mooi. Nee, mooi. Onze mooie Zuidoost gaan we niet verpesten. We gaan het niet vernietigen. Echt niet. Nee. Maar steeds hoor je, de donkere. Nee, de zwarte, nee. Er gebeurt niks in de Belmer. Is te mooi om te gaan vernietigen. Ja toch? Nee, dus dat was het. Iedereen zegt dat trouwens. Hè? Ja, nee, ik vind het heel mooi geluid. Nee, de Belmer is te mooi om rotzooi te komen schoppen. Okay, echt niet. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Yes. Mooi man. Jammer. Ja, er zou hier een rel plaatsvinden, daar weet je dus helemaal niks van. Nee. Okay, wat vind je zelf van de situatie waar we nu in zitten? Ja, het is een gecompliceerde situatie en ook weer niet. Hè? Ik snap dat mensen gaan rellen, omdat ze al zo lang zit men binnen en vast. En met name de jongeren kunnen daar minder goed tegen. Dus ik praat het niet goed, omdat ik er begrip voor heb, maar geweld is nooit goed. Maar aan de andere kant kan je ook je afvragen van, is er voldoende inspraak vanuit de bevolking binnen de overheid? Worden wij in een zekere zin goed vertegenwoordigd? Die vraag kan je ook afvragen. Klopt. En daar komt geen antwoord op. Nee. Dus als je bekijkt dat bijvoorbeeld het referendum is afgeschaft. Als je een WOB-aanvraag doet, krijg je afhankelijk van je vraag daar geen antwoord op. Of een antwoord wat niet afdoende is. En dat je zoiets hebt van, ja, waar zijn we mee bezig? En als je bijvoorbeeld kijkt, ik vind het prima als men zegt van, je moet je laten vaccineren. Maar laten we gewoon een open debat hebben. En de vraag is of dat open debat plaatsvindt. Dus je kan aan alles wat er gebeurt, kan je vragen stellen. Ja, maar het open debat gaat niet komen. Ja, en dan moet je niet gek opkijken als mensen hele rare dingen gaan doen. Niet dat dat goed is. Mag ik je wat vertellen? Vanavond ga je Blakama Romeo's hier zien. Geloof mij maar. Ja, ik weet het zeker. Ze zijn opgeleid door de Nederlandse regering. Serieus? Ja. Blakama Romeo's? Je gaat Blakama Romeo's ga je zien. Geloof mij. Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Geloof je niet daarin? Ik denk niet dat. Ik hoop niet dat ze. Nee, je hoopt het. Je hoopt het. Je hoopt het. Weet je wat die hele fatu is? Weet je wat die hele fatu is? Anderhalve meter, hè? Het is. Nee. Anderhalve meter, broer. Anderhalve meter, jongen. Ik heb gewoon kampioen. Oh ja. Ik ga je zo vertellen. Van je familie moet je het hebben. Begrijp wat ik bedoel? En dan heb ik het niet precies over je familie. Maar van je eigen mensen ga je het moeten hebben. Oké. Okay. Rest my case. Hij was hier. Ciao, ciao. Ja, groet. Nou, maar ja. Ze zijn van plan ons te prikken. Dat willen ze heel graag. Ons vaccineren. Laat jij je vaccineren? Goeie vraag. Laat ze maar eerst met goede argumenten komen. Die hebben ze niet. Dan zien we tegen die tijd wel wat we gaan doen. Maar voorlopig wil ik eerst even afwachten om te kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Wat de ontwikkelingen zijn. En dan zien we wel weer. Ja, ik vind dat het een vrije keus moet zijn. Ja. Als je gevaccineerd moet worden of niet. Ja. Maar ze willen het ons opleggen. En ons de luxe dingen waaraan we gewend zijn, willen ze van ons afpakken. En nu willen ze ons zelfs binnenhouden als kleine kindjes. Ja. Voor een virus wat niet gevaarlijker is dan de griep. Ja, ja, ik heb inderdaad ook van via andere kanalen gehoord dat de marge waarbinnen de sterftegevallen zitten, vallen in de marge van een zware griep.
En ja. Zal ik je nog eens zeggen dat, sterker nog, dat er in 2020 400 griepdoden waren in plaats van 8000. Okay. En wel 6000 coronadoden. Dus de griepdoden zijn veranderd in coronadoden. Ja. En waar is de griep nu ineens gebleven? Van 8000 naar 400? Dat gaat niet, dat klopt dus niet. Nou, ik heb begrepen dat bijvoorbeeld, ik hou me ook bezig met internationale cijfers. Ja? Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar Australië en daar waren er iets van meer dan 900 zelfmoordpogingen. Ja? En maar iets van 50, 70 mensen die aan corona zijn overleden. Dus ja, daar zit een enorme disproportionaliteit in. Dat is wat ik daar via de mainstream media zelfs vernam. Dus ja. Ik denk dat we gefopt worden. Denk je het zelf ook niet? Ze geven voldoende aanleiding om hele grote vraagtekens te zetten bij het beleid. Nee, dan zijn we het daarover zeker eens. Zeker. Ja, geen rel in Zuidoost? Geen rel in Zuidoost. Nee, woon je hier? Nee, ik woon iets verderop. Ik ben even aan mijn avondwandeling. Dus, okay. Ik zou je adviseren eventjes langs Pathé te lopen. Ja, daar was ik van plan om daar even heen te gaan. En doe wel voorzichtig. Oh, het is, daar is het gepland. Oh. Even een kijk, shot van die auto's. Ja, het is heel rustig in de poort, gelukkig. Mijn gevoel zegt dat er niet veel zal gebeuren. De mensen die we hebben gesproken, die zeggen ook van er gaat niks gebeuren. Zo zijn wij niet. En dat vind ik alleen maar een goed geluid. Voor de Bijlmer, ja. Ik ben er heel blij mee. Zoals jullie zien, leeg. Hou het zo. Ja. Want rellen doe je niet tegen de ondernemers. Als er gereld moet worden, dan moeten we naar het kabinet. Dat vind ik zelf. Strategisch. Wat? Strategisch. Ja. Als we rellen, moeten we het strategisch aanpakken. En niet zomaar de boel lopen vernielen. En onze medeburgers aanpakken. Nee. Gewoon niet doen. Ja. We moeten het strategisch en goed doen. Sterkte Nederland. We komen er wel.